Dit is een gymnasium in Hilversum. Er wordt gespeculeerd over ketamine en speed. Dit is een van de leerlingen. Dat er overal een beetje hier en daar gedeeld wordt, oké, dat is bekend. Ja. Maar harddrugs op de toiletten, daar schrikt iedereen wel van, denk ik. En dit is de conrector. Voor ons staan daar wel sancties op, ja. Uit een brief naar de ouders blijkt dat op deze school, het gemeentelijk gymnasium in Hilversum, harddrugs zijn gebruikt op de toiletten onder schooltijd. Hallo jongens. Hi. Nou, stel jezelf even voor. Goedemiddag, hi, ik ben Kiki. Ja, hallo. Kiki? Oké. Okay. Casper. Wat is hier precies aan de hand met die harddrugs? Wat is hier aan de hand? Nou, een bericht van school dat er leerlingen aan de harddrugs zitten op de wc. Enkele leerlingen uit de vijfde klas die het nodig vinden om harddrugs te gebruiken op school. Er wordt gespeculeerd over ketamine en speed. Oké. Maar ja, dat zal het denk ik ook wel zijn. Ik heb zelf persoonlijk niks gehoord over speed, wel over ketamine. Had jij het door bij sommige leerlingen, bij de wiskundeles, dat je dacht van hey, die staat helemaal strak? Ja, je ziet het gebeuren. Je loopt er langs en je ziet het. En er wordt hardop over gepraat door de desbetreffende leerlingen. Wat voor school is dit? Dit is een ongelooflijke elitaire school eigenlijk. Ja. En dan, kijk, als je op zo'n mooie school komt, dan heb je eigenlijk een kans die heel weinig mensen krijgen. En dan gooi je het zo weg door harddrugs te gaan gebruiken op de toiletten. Want wat is er zo mooi en elitair aan deze school? Ja, nou ja, weet je, ik bedoel, je woont al in het Gooi. Dat is natuurlijk al kakkers. Heel veel mensen met heel veel geld. En dat zijn toch een type soort mensen. Maar weet je, het is een hele goede school. Het staat bekend als een hele goede school. Hey, wat is er precies aan de hand? Ja, het is een probleem wat eigenlijk in de samenleving speelt. En wat de school ingekomen is. Waar wij een anonieme melding kregen. Een anonieme melding? Een anonieme melding via de GGD. Oké. Okay. En dat zijn we aan het onderzoeken. Want dat is dan via een schoolarts of zoiets? Of ja. Ja. Schrokken hiervan? Ja, want het is wel zo dat we natuurlijk bedacht zijn op middelengebruik. Hè, docenten letten daar ook op. Maar goed, we kunnen niet overal zijn. We hebben geen camera's in de toiletten. Dat willen we ook niet. Had u iets door? Want het wekt een effect op natuurlijk bij een leerling. Er zijn geen meldingen vanuit docenten gekomen. Nou hadden wij een gesprekje vooraf en toen zei u wel van joh, hier in het Gooi gebruikt men net wat meer alcohol, drugs uit dan... Uit de onderzoeken vanuit de GGD. En dat blijkt ook al wat langer, dat de jongeren in het Gooi, relatief als je het vergelijkt met de rest van het land, iets meer middelengebruik laten zien. Dus dat gaat het om harddrugs, softdrugs en alcohol. Maar op school? Dat er drugs gebruikt wordt op school, dat weet je. Dat is op elke school eigenlijk. Dat gebeurt overal. Dat er overal een beetje hier en daar gedeeld wordt, oké, dat is bekend. Ja. Maar harddrugs op de toiletten, daar schrikt iedereen wel van, denk ik. Waarom doen ze dit eigenlijk? Aandacht. En dit zijn leerlingen die er hardop over praten. Ben je volgens mij niet zo helemaal goed in je paas, zei, denk ik. Ik vind het gewoon niet oké dat onze school door zoiets in het nieuws komt overal. Op het Hilversums Gymnasium wordt harddrugs gebruikt. Dit zijn echt enkele leerlingen. En dan hebben we het over minder dan 10. Ja. En dan komen we in het nieuws in heel Nederland. Dat vind ik zonde. Wat gaan jullie nu doen om dit probleem te tackelen? Wat wij gaan doen is dat we gaan uitzoeken wie het geweest zijn precies. Hoe groot het is en dit kind moet hulp hebben. Of deze kinderen. Krijgt ze straf eigenlijk? Nou, daar wou ik net wat over zeggen. Hè. Wij nemen het heel serieus. En drugs en alcohol en school gaan niet samen. Mm-hmm. Dus voor ons staan daar wel sancties op. Ja. Oké, want je zou ook kunnen zeggen, die leerlingen gaan in goed vertrouwen naar een jeugdarts toe. Doen een beetje anoniem volgens mij hun verhaal. En dan op deze manier gaat het toch gevolgen hebben dan. Ja, klopt. Ben je nog wel trots op je school? Zeker ben ik trots op mijn school, maar het is gewoon balen. Dat merk ik ook een beetje bij jullie, hè? Een beetje trots dat je hier mag zitten. Hartstikke trots op mijn school. En daarom vind ik het zo jammer dat er door enkele leerlingen het zo opgeblazen wordt in het nieuws. Terwijl wij veel meer zijn dan harddrugs op het gymnasium. Nou ja, goed. Bedankt voor het interview, mevrouw. Graag gedaan. Ja. Wat tref ik aan als ik nu hier het toilet in ga? Nou, waarschijnlijk... Een lijntje? Dat denk ik niet. Een pilletje? Nee, dat denk ik ook niet. Gewoon een toilet wel? Ik denk een toilet, inderdaad. Okay. Waar je gewoon naar de wc kunt.